vriendengroep is eigenlijk niet één vasthechte groep. Je ziet gewoon heel veel mensen zie je komen en gaan. Atleten voornamelijk, gasten met dezelfde leefstijl die wij hanteren. Maar wat gewoon het belangrijkste is dat we gewoon met z'n allen plezier willen maken. En elke keer de grenzen opzoeken. Ja, dat begon met dus een waterscooter en dat eindigt na een boot. Op een gegeven moment heb je een professionele skiboot. In het begin, toen we net hadden, voor het nog bijna in maart, gooide met water, ging gelijk week worden. Als het regende, het was koud, maakte ons echt allemaal niks uit. Als het groot stuk was, wilden we nog met de auto ons door de sloot laten trekken, bij wijze van spreken, om nog te week worden. Wakeboarden dus 3-4 jaar geleden. Toen ik eenmaal op het water stond, als je dan ziet dat de jongens in de boot daar helemaal in meeleven en toejuichen en ja, dan krijg je echt een groepsgevoel en dat is gewoon het leuke eraan. Kort hebben we dan eigenlijk Ruud erbij als extreem sporter. Ja, zo trek je eigenlijk steeds meer mensen, trek je erin mee. Sjan is een achterbuurman van me. Op een gegeven moment was hij met crossmotoren bezig. En omdat mij dat altijd wel aantrok, vond ik dat het toch mijn tijd was om er naartoe te gaan. En dan raak je aan de praat en via Sjan kom je dan ook weer bij Raymond. En ja, delen dezelfde interesses, dus dan klikt het al snel. Het is gewoon een heerlijk gevoel dat je op zo'n crosser stapt, gewoon ogen dicht, gewoon vol gas wegrijdt en gewoon alles om je heen, werk, de stress, dat je dat gewoon achter je kan laten. Competitie. Je streeft vooruit, weet je wel. En als je competitie hebt, is het gewoon heel simpel. Dan verleg je je grenzen. Dat is de enige manier. Het gevoel wat erbij hoort. De adrenaline, gewoon de kick om jezelf dingen te laten doen, zeg maar, die je nooit verwacht had. Ja, ze noemen het adrenaline junkies, maar ja, geen maar. Dat is gewoon zo. Het is voor mij ook een beetje ontstressen. Druk met mijn werk, druk met ondernemen. Maar juist op het moment als ik in de groep ben met de jongens, dan vergeet je alles en dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met elkaar en met de sport. En dat is gewoon een relaxe sfeer en gewoon heel erg ontspannen. Ja, de reden waarom ik dit allemaal doe, is omdat het leven anders gewoon echt saai is. Kijk, je moet er gewoon iets van maken. Iemand anders doet dat niet voor je. Dat moet je zelf doen. Ik stik er heel veel tijd en energie in. Ik heb natuurlijk een gezin, dat zit er ook bij, maar van begins af aan ben ik er altijd mee bezig geweest. Zo hebben ze mij leren kennen, zo kent iedereen mij. Dat is hoe ik leef en dat maakt mij blij en dat blijf ik gewoon doen en daar genieten hun ook van. En de mensen om me heen die geven constant advies van waarom doe je dit. En familie die, en vrienden die kennen mij al en die weten dat ik hier gelukkig van word, want als ik 2-3 weken lang of geblesseerd ben en gewoon de dingen die ik wil doen niet kan doen,
En dan kan ik gewoon echt mijn ei niet kwijt en dan word ik gewoon chagrijnig. Ik word er gewoon helemaal gelukkig van als ik het vliegtuig uitspring. Ik word er gewoon helemaal gelukkig van als ik mijn vrienden gewoon van rotsen af zie springen, voorbij zie komen crossen en echt gewoon plezier zie hebben. Ja, ik luister wel naar, zeker. Maar ik kan ook niet mijn leven aanpassen aan andere mensen. Natuurlijk hou ik daar rekening mee. Maar als ik een droom heb, dan wil ik die gewoon waarmaken. Nou, daar ga ik dan ook voor. Af en toe denk ik wel eens, ik kan gewoon dikke pech hebben. En dan gaat het fout. Maar dat is met alles zo. Dat is geen reden om op de bank te blijven zitten. Mijn blessures die beginnen onderaan bij mijn enkels. Knieën, kruisbanden kwijt. Liezen die niet helemaal goed meer zijn en heupen door het vele schaatsen en hoge belasting. Mijn ruggenwervel, ja, die is heel vaak door de scan geweest en ik heb wat nierklachten. En dan heb ik schouders, heb ik wat operaties gehad. Die ging heel vaak uit de kom met verschillende sporten. Hoofdpijn heb ik echt al de laatste 4 jaar, omdat ik heel vaak knock-out ben gegaan. Zo heb ik nog heel veel opbreuken gehad, kneuzingen, ja, dat is natuurlijk logisch, dat hoort er allemaal bij. Alleen de blijvende letsels, zoals mijn knieën en mijn schouders, daar sta ik nog steeds iedere dag mee op. Maar ik denk dat ik meer bang ga zijn van de dingen die ik heb gemist straks in mijn leven, dan de dingen die ik heb gedaan en eigenlijk iets aan over heb gehouden. Steeds extremer, want je wordt natuurlijk ook beter. Wat in het begin echt dik was en echt fuck scared trick, dat is nou gewoon normaal. De eerste keer dat je een vliegtuig uitspringt, dat voelt helemaal geweldig. De tweede en derde keer is het al vrij normaal. Dan ga je weer op zoek naar iets anders of naar een andere uitdaging of dan probeer je op een andere manier het te doen. Daardoor zijn wij wel steeds verder gegaan en doen we de sporten die we nu doen. Omdat we constant opnieuw die stimulans willen krijgen. Zo wil ik leven. En ik heb altijd gezegd, ik hoef niet oud te worden. Maar de dingen die ik nu doe, heb ik al genoeg gedaan. Dus elke dag dat ik erbij krijg, vind ik een zegen. Nooit op zullen geven totdat je echt limiet hebt bereikt of gewoon niet meer verder kan. En daar zal altijd de grens zijn. Het niveau ligt onnoemelijk hoog, dus er is altijd wel wat te doen. En er is altijd wel weer iets nieuws waar je in verder wilt. En daar streef je gewoon weer naar. Het is altijd lastig zeggen als je ouder bent van had ik maar dit gedaan. Het is gewoon hier en nu. En nu kunnen we wat van maken en later misschien niet meer. Thank you.